Hoe heet u? Ik ben Cas van Ooyen. Luc van Ooyen. Ja, nee, Maris. Ik heet Jelle Vos. Hoe oud bent u? Ik ben 12 jaar. 10 jaar. Ik ben 10 jaar oud. Waarom bent u Siwi-journalist geworden? Omdat het me heel erg leuk leek. Ik ben met een link van school gekomen en dan zo. Maar dat is een breed schoolactiviteit. Dat leek me gewoon heel leuk. Wat vindt u ervan? Ik vind het wel leuk. Leuk? Heel leuk. Leuk. Wanneer heeft u de beslissing genomen? Nou, toen ik de brief las en dat het over een filmpje ging, vond ik het eigenlijk al goed leuk. Toen ik de brief kreeg gelijk. Meteen nadat ik de brede schoolbrief kreeg. Toen ik de brief kreeg van de juffrouw. Wilt u er later ook nog iets mee doen? Nou, cameraman, dat lijkt me wel leuk om te worden. Nee. Misschien wel. Nee, later niet. Heeft u gehoord van de rellen in Haren? Ja, daar heb ik van gehoord op social media. Ja, dat was op tv. Wat vindt u daarvan? Ik vind het onbegrijpelijk, want je weet dat je door de tv en zo weet je dat het geen echt feestje is. En dan ga je er alsnog naartoe en dan zeker en dan ga je er naartoe om ja, te rellen. Ik vind het een beetje raar. Nou ja, ik vind het best belachelijk. Ik vind het eigenlijk best wel onredelijk, want het was gewoon een feestje en dan worden het opeens rellen. Kan het meisje er iets aan doen? Ik zal beter op kunnen letten, maar ja, uiteindelijk als het eenmaal geplaatst is, niet meer. Nou ja, als je het eenmaal verstuurd hebt, dan niet meer. Maar je had wel even kunnen checken of het niet wereldwijd gestuurd werd. Ja, ze weet toch dat als je iets op Facebook zet, dat je dan dat dan wereldwijd gaat. Nou ja, gewoon op privé moeten drukken. Zit u zelf op Facebook? Ik heb geen Facebook. Nee. Ja. Nee.